Dit is Trudo FM. Trudo FM. Van Boringbals. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag. Filip, kan je jouw rol eens even toelichten? Ik ben... of mijn rol is Max. En dat is de president van de rivaliserende... Of van de Banana Knights. Dat is de rivaliserende motorclub van de Boringbals. Dus... Ja, heel wat acteurs hebben transformaties ondergaan voor deze rol. Welke zijn jouw transformaties? Bah ja, je ziet me waarschijnlijk nu zitten. Allee, we zijn aan het filmen hier, maar... Je baard is iets langer geworden. Mijn baard is iets langer en ik heb een Calimero-kapsel, dus dat lijkt me al... En dan nog, ze biedt nog een beetje schmink en je bent nog een paar tattoos en nog een paar piercings en dan is het helemaal komt. Die worden er iedere keer terug opgezet voor de rol? Ja. Had je al ervaring met motorrijden? Ja. Vanaf mijn 18 heb ik heel veel motor gereden. Je hebt dus niet moeten deelnemen aan de lessen die gegeven zijn? Nee, daar was ik zeer blij mee. Ja, je hebt hier de Harleys zien toekomen. Wat ging er toen door je heen toen je al die Harleys hier uit die camion zag komen? Ik heb eerst een testrit ooit eens gehad hè, met mijn motto. Om een keer te zien, omdat dat ging, ja. Ja, dus ja, een showback, hè. Ja, rij je zelf met jouw motor hier? Of is het ja, natuurlijk, ja. Jouw motor is jouw persoonlijke motor? Nee, ik rij niet met een Harley. Ik heb geen Harley. Maar ik bedoel, die Harley waar ik mee rij, is een showback. In de rol. Zou je hem graag zelf hebben? Of zou je er graag zelf ook privé mee rijden? Af en toe wel. Dat is altijd geestig, hè, om daar eens mee te rijden, natuurlijk. Ja, ja, je bent hier in Sint-Truiden. Ken je Sint-Truiden al? Ik ken Sint-Truiden, maar nu niet om te zeggen ja, dat ik Sint-Truiden ken, maar van de, als het ding is, ik heb hier nogal een paar keer gedraaid hier in Landen en hier in de omgeving en dan zeker ben ik er toch een paar keer al geweest bij de Bloesem, bijzonder mooi. Hè? Mooie stad. Absoluut. Filip Peters, ik dank je voor dit interview voor Trudo FM. En nog heel veel succes verder met jouw plannen. Dankjewel. Jonas van Geel op de set van Boringbals. Goedemiddag, Jonas. Jonas, kan je jouw rol eens even toelichten? Ik speel de rol van Gino. Het is de jongste tellig van de Boringbals. En Gino wordt verliefd op een meisje van de rivaliserende bende, de Banana Knights. Namelijk Nathalie Meskes. En dat is niet zo goed. En dan beginnen de problemen eigenlijk. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk ook van Tegen de Sterren op. Hoe is het om met elkaar te spelen in een andere rol of in een andere formule? Ja, zeer fijn eigenlijk. Ik heb ook meteen ook ja gezegd toen ik ook hoorde dat... niet alleen van Nathalie natuurlijk, want de cast sowieso is zeer fijn om mee samen te werken. En Nathalie was alleen maar dat ik dacht, maar Nathalie heel graag. Het is heel fijn om haar samen te werken. Ik ken haar vrij goed en we hebben al heel veel samen gespeeld. En we moeten niet meer te veel zeggen tegen elkaar. Ja, hoeveel ervaring had jij met motorrijden? Ik had in die zin niet zoveel ervaring met motorrijden. Ik heb een ander programma vorig jaar opgenomen. Dat dit jaar vermoedelijk op antenne zal komen. Met motorrijden heb ik eigenlijk niet gigantisch veel ervaring. In die zin, ik heb vorig jaar een programma opgenomen met Vespas. Dat is toch iets gemakkelijker. Maar ik voel wel dat ik 4-5 maanden met een Vespa gereden heb. Dit is natuurlijk iets anders. Maar ik moet wel toegeven dat ik het vervelend leuk vind. Ja, je bent gespaard gebleven van accidenten. Houd vast aan, we hebben nog één dag nu, vandaag. Alleen maar rijshots. Maar tot vandaag ben ik gespaard geweest voor het accident, ja. Ja, de meeste acteurs hebben grote transformaties ondergaan. Jij ziet er nog vrij gewoon uit. Geen transformaties? Ja, nee. Mede doordat de halengroei, de baardgroei bij mij, niet erg vlot gaat. Dus het was dat of de film 4 jaar uitstellen. En dan hebben ze toch gekozen voor het eerste. En in die zin kan het een beetje, omdat Gino een beetje de buitenbeentje is. Een beetje de bleuken van de bende. Dus het kon wel eigenlijk. Het was goed meegenomen. De meeste acteurs die vonden het heel indrukwekkend als hier al die Harleys zagen toekomen. Hoe was dat bij jou?
ga je er misschien over nadenken om er later ook eentje aan te schaffen? Ik weet het niet zo goed. Ik moet wel toegeven dat het echt fijn is om ermee te rijden. Natuurlijk, we zitten in de beste omstandigheden. Hè. We hebben die Harley's zijn er. Er is iemand bij die zorgt dat die allemaal zeer goed rijden. Wij rijden hier in Brustum op een oud vliegveld. Je kunt heel fijn met die Harley rijden hier. In die zin is het een soort, ik hoop dat het een soort van vakantieliefde is. Van, we hebben ons goed geamuseerd, maar ik hoop dat na de vakantie de liefde over is. Dat hoop ik oprecht, want anders vrees ik dat er één in de garage zal staan. Ja, je bent hier in Brustum, Sint-Truiden. Ken je Sint-Truiden al? Ik ken Sint-Truiden natuurlijk, maar ik ken nog niet het vliegveld hier in Brustum. Dat ken ik nog niet. Heb je tijd gehad om de stad zelf te verkennen? Nee, of, nee, wij werken alleen maar. Acteurs, er wordt altijd van uitgegaan dat acteurs niet moeten werken. Hè. Maar we hebben eigenlijk geen tijd om Sint-Truiden te bekijken. En ik ken Sint-Truiden voornamelijk van het voetbal. Ja, en dat is ook niet zo goed op dit moment natuurlijk. Laat ons zeggen, ze mogen wat ambitieuzer zijn. Jonas, je bent op dit moment ook druk bezig met andere projecten. Musical 1418, ja. Die er in september weer verlengen. Ja, klopt. Ja, je bent ontzettend druk bezig. Nog tijd voor vakantie? In oktober zal ik vermoedelijk 2 weken vakantie nemen. Maar tot die tijd is het nog hard werken. 1418 komt terug. Lang Leven komt terug vanaf september. Tweede seizoen van Lang Leven. Tegen de Sterren Op? Tegen de Sterren Op zal later terugkomen, maar zal wel terugkomen. We hebben een eigen reeks geschreven samen met Chef Hoogmartens en Steve Arnout. Amateurs. Dus we hebben een eigen, ik zal even pakken. Hè. We hebben een eigen reeks geschreven met Chef Hoogmartens, Steve Arnout. En ikzelf, Amateurs, die komt vanaf september op antenne. Dus dat we nu de laatste hand aan het leggen. Dus ja, ik weet wat te doen. Ja, je bent een acteur die echt wel is doorgebroken de laatste jaren. Zo wordt dat gezegd. Een doorbraak, maar misschien ook wel een opgang, maar misschien ook wel een snelle afgang. Dat zullen we zien. Maar tot die moment zal ik proberen mijn best te doen. Wel, Jonas van Geel, bedankt jou voor het interview voor Trudo FM en wens jou heel veel succes verder. Heel graag. We staan hier op de set van Bowlingbals samen met schepen Pascal Vosjes en schepen Roger Klerings. Welkom. Eerste keer hier op de set van Bowlingbals? Dat is onze eerste keer dat we hier zijn, ja. Ik vind het hier wel fantastisch dat die mensen hier de opname komen doen. Dus hier op het terrein van Brustum. De mensen hebben hier ruimte genoeg en alles. En als je ziet met de machines dat die hier rondrijden en al wat geweld hier, de materiaal dat ze hier hebben voor te filmen, ik vind dat toch wel heel fijn. Ook voor Sint-Truiden is dat heel fijn dat die mensen hier zo Sint-Truiden ook aandoen. Hier. Ja, jullie hebben toegezegd vanuit de gemeenteraad om dit te mogen doen. Waarom? Waarom wil Sint-Truiden dit aanvaarden? Voor ons is dat dus een meerwaarde, dus dat die mensen hier toch bij ons hier dat komen doen hier. En de softverlekening, dat staat hier dus, weet je niet. En die mensen die hebben hier dan toch een heel schoon accommodatie voor dat te doen hier. Ja. Schepen Vosjes, Cataract, Runskop, nu Bowlingbals. Sint-Truiden is een filmstad aan het worden. Ik zou zeggen, we hebben alleszins waar we de kans krijgen om als stad in te pikken, om dat soort activiteiten te doen. We daar als stad, de city marketing daaronder is altijd leuk meegenomen. We komen altijd positief in het nieuws, mensen die appreciëren dat. En, dus waar we de kans krijgen, inderdaad, moeten we daar 100% op inpikken. Ja, jullie zitten hier midden tussen de motards en tussen de motors. Zelf ervaring met die zware machines? Nee, ik heb het eerlijk zeggen, in mijn hele leven er nog nooit op gezet. Ik ben onder het leger bij de militaire politie geweest. Dus en ik heb wel met zo'n zware motor gereden in een tijd van mijn legerdienst. Dus ik vind dat toch een verre machine. Ja, ik zie het, je bent een beetje onder de indruk. Ja, dat zijn toch wel heel machine. Ja, ik vind dat toch wel fantastisch. Hier. En zo goede acteurs die hier aan meedoen, dat zijn dat toch niet van de mensen hier. België is toch ook rijk aan filmtalent, toneeltalent, al wat je wil.
geweldig. Ik vind dat toch fantastisch. Ja, als schepen van cultuur ben je dan extra tevreden dat je grote namen als Peter van het Begin... Wim Ombroek naar Sint-Truiden kan halen voor zo'n grote film. Ja, dat is voor ons een eer. Feit dat die mensen hier op ons grondgebied zijn. Dus voor die film op te nemen, ik vind dat fantastisch. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik ga zelfs bij die mensen een beetje meer kennis maken. Maar ik vind dat chapeau voor iedereen die hier aan meedoet. Misschien even een tip, goed kijken, want ze zijn soms niet meer te herkennen. Ik heb het al gezien, kaal hoofd en ik weet ik veel allemaal. Maar je moet geen bang hebben, ze doen echt niks. Schepenvosje, 17 december komt de film uit. Gaat Sint-Truiden nog iets extra doen rond marketing, rond deze film? Dat moeten we nog bekijken. Er zijn wel ideeën rond, maar we hebben nog niks definitief beslist daarop. Het is natuurlijk ook zo, het is dit keer niet zoals bij die andere gelegenheden. Dat Sint-Truiden het hoofdthema is, nu is het meer een passage die zich hier rond afspeelt. Maar het is niet zo dat het nu rond Sint-Truiden draait, daar moeten we ook realisten zijn. We moeten gewoon dankbaar zijn dat ze hier passeren. Waar we kunnen de publiciteit van meepikken, we moeten ook wel realistisch inschatten. Ja, we hebben hier in Sint-Truiden natuurlijk ook de cameo. Is het misschien een goed idee om de film daar in première te vertonen? Zou zeker kunnen, als dat technisch kan, wat betreft de producent. En zeker ook proberen erop in te spelen met dezelfde acteurs en ons proberen in Sint-Truiden te krijgen die dag of in de periode alleszins. Ja, en jij vindt het ook een goed idee, Schepenkleding? Ik vind dat super, ik vind dat een heel goed idee. We hebben hier een cinema, dus een van de weinige cinemas die hier nog zijn in België. Dus, we moeten daar uitermate van profiteren als we daar iets kunnen regelen. Dat gaan we dan zeker doen. Ja, dat is toch een publiciteit voor de stad en ook de film. Ja, het is toch een Vlaamse film, dus dat is toch altijd goed meegenomen. Ja, 17 december komt de film uit. Misschien nu al even contact te leggen met acteurs. Ja. Wie zich dan vrij kan houden een van die dagen. Dat gaan we doen. Wel zeker en vast. Dank je wel. Dit is Trudo FM. Trudo FM.